naar voren blijven kijken. Zometeen kom je naar achter gelopen totdat ik stop zeg. Kom dan. Meneer, OC, OC 885 spoedassistentie Metro HB. ...8818, kom eens uit voor het OC over. 8818 geeft weer. Over. Ja, er zou een persoon zich verdacht gedragen. Hij bevindt zich in een Audi S4. En het kenteken begint met 21, over. Ja, dat is vernomen. We gaan even kijken. En wat is over de locatie van de persoon? Ja, het zou mogelijk bij Bravoport staan, over. Ja, dat is vernomen, over. En uit? Verdachte situatie bij de Bravoport. Ja. Mogelijk een auto die zich raar positioneert of probeert naar binnen te komen. Rechtsvrij? Ja, rechtsvrij. Ja. Ja, er staat al iets. Ja, ik zie het ook. Mogelijk dat mis. Kun je even een kentekencontrole doen anders? Ja, dat ga ik doen. 8818 aan OC. 8818, geef bericht over. Ja, zou ik misschien kentekencheck mogen doen? Ja, dat is positief over. Het kenteken lijkt 2-1 Juliet Zulu Romeo 3-7-6. Ja, dat is vernomen. Ik ga het voor u controleren over. Ja, bedankt over. Ik geef hem wel een stopteken nog. Oké. 8818, kom eens uit voor het OC over. 8818, heb ik bericht? Ja, het kenteken is vervallen. Persoon zou ook mogelijk vuurwapen gevaarlijk zijn over. Ja, dat is vernomen. We gaan de bed vrij uitvoeren. Graag een extra eenheid deze kant op. Ja, extra eenheden zijn onderweg over. Ja, dat is vernomen over. BTGV? Ja, we moeten BTGV uitvoeren. De verdachte is mogelijk vuurwapengevaarlijk. Oké, let's go. Alle inzittenden van het zwarte voertuig, jullie zijn aangehouden. Er zijn ten alle tijde vuurwapens op jullie gericht en bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Bestuurder, doe met je rechterhand de motor uitzetten. Doe vervolgens beide handen uit het raam steken en laat je sleutel op de grond vallen. Bestuurder, doe met je linkerhand het portier open en stap uit met je rug naar ons toe. Bestuurder, steek je handen omhoog. Zijn er steeds vuurwapens op je gericht en zal het in alle tijden worden geschoten. Bestuurder, zet een paar stappen naar links totdat ik stop zeg. Stoppen. Naar voren blijven kijken. Zometeen kom je naar achter gelopen totdat ik stop zeg. Naar achteren. Stoppen. Bestuurder, ga op je knieën zitten. Nog steeds met je handen omhoog. Collega, kom je zo meteen boeien. Zijn er steeds vuurwapens op je gericht. Oké, collega, boeien. Ja. Hey, wat heb ik gedaan dan? Hand omlaag. Meneer, wat heb ik gedaan dan? Ik heb niks gedaan. Bestuurder zwijgen. Keizer en advocaat. Over inzittenden van het zwarte voertuig, maak jullie zelf bekend. Laatste kans, overige inzittenden, maak jullie zelf bekend. Geen gehoor, collega, we gaan
Ja, ik heb rechts. Oké, links. Niemand in het voertuig aanwezig. Oké, kofferbak. Ik maak hem open, oké? Ja, ik heb Open. Clear. Clear, ja. Wapens bergen. Goed. Ik ga het voertuig even doorzoeken. Ja. Collega, is er iets uit hebben jullie hem al gefouilleerd? Ja, ik heb een vuurwapen aangetroffen. Vuurwapen aangetroffen, oké. Okay. Hey, die wapen is erbij, ja? Blijf vanaf. Laat me gewoon gaan, man. Wat heb ik gedaan? Oké. Hier niks. Achterin niks, kofferbak was ook leeg. Oké, jongens. Jullie kunnen hem achterin bij ons zetten. Hey, ik moet zo weer naar Bulgarije, hè? Hij zit erin. Kunnen jullie even de auto afsluiten? De sleutels liggen nog op de grond van hem. Ja. En dan even takeltje regelen. Dan gaan wij alvast richting bureau. Ah, jullie zijn gek, man. Hij is een advocaat. En de ambassade van Bulgarije. Nee, mond dicht houden dan. Kom, kijk eens de dingen, ja? Familie wat in Bulgarije, gek. Goed meneer, ik ben aangehouden, ik ben niet tot antwoord verplicht en mijn recht op een advocaat. Wilde daar gebruik van maken? Ja, ik die ook aan aanklacht geven. Heeft u er een? Ja. Heeft, oké. Die mag u zo meteen binnen gaan bellen. Ik kan niet, hoor. Dus jij klootzakken. Oké, dat zijn uw woorden. Ja. Oké. Neem maar mee, gaan we naar binnen. Ja. Nou, we smurven. Jongen. En wanneer mag ik nou naar Bulgarije dan op vakantie? Nee, voorlopig niet. Nogmaals, ben aangehouden. Dus ga met ons mee. Ik word niet gezien in Bulgarije, ik kan alles maken hier. Okay. Toppie. Fijne dag verder. Hey, jij oké, Nick. Goedendag. Hey, kan ik je helpen? Jij oké, Nick. Wat is... alleen, heb jij me aangehouden voor niks? Nou, meneer, ik geloof... Is er even rustig aan? Is er weer twee maanden terug? Jij hebt een vuur... Ik ken je. Meneer, u had een vuurwapen bij. Ja, nou, daar hou je. Daarvoor bent u aangehouden. Ja. En we gaan verder niet over in discussie. De rechtszaak speelt nog. Nee, meneer, we gaan normaal, anders komen we gewoon weer aan, hoor. Luister, je gaat mij niet aanhouden voor iets wat ik niet gedaan heb. Meneer, u bedreigt mij net.
Meneer, u bedreigt mij net, ik kan u net goed. Oh ja, nou wordt het helemaal mooi. Je mag stoppen ofzo, kijk. U doet het weer. Je mag omdraaien, ik ben aangehouden voor bedreiging. Je loopt nou te stalken, hè? Nee, meneer. Ja. Dit is mijn werkgebied, dus ik stalk u niet. Nee, dan mocht je me niet meer stalken. Meneer, u gaat u omdraaien, u bent aangehouden voor bedreiging. Oh ja, dan ga je hem aanhouden weer. Ja, kom omdraaien. Meneer, normaal doen. Kom dan. Meneer, OC... OC 85 de spoedassistentie Metro HB. Meneer, omdraaien. Meewerken. Nee. Omdraaien. Wegwijken. Wegwezen. Staan blijven. Staan blijven. Wegwezen, anders maak je weer van kant, hè. Wegwezen. Meneer, normaal doen. Zij het. Wegwezen. Afstand. Op knieën. Liggen. Liggen. Oh, jij denkt dat ik bang ben van een paar kogeltjes, hè? Bloedhond. Meneer. Oké, OC 8815. Ook een ambulance deze kant op. Meneer heeft een mevrouw neergeslagen. Ligt hier op de grond. Waarschuwingsschot gelost. Meneer reageert er niet op. Op knieën. Dat wordt meneer. De leerlijn. Op meneer op knieën. En jij ook. Staan blijven. Collega, heb je taser bij? Ja. Hoe worden jullie nou weer? Taser inzet. Je homo, die hebben gewoon dit vast. OC 8815 taser inzet. Lekker blijven. Collega, boeien. Oké, hij heeft mij een paar keer geslagen, deze mevrouw geslagen. Dat is die gozer die we laatst met een BTGV hebben aangehouden. Dat is weer dezelfde gozer. Ja, mevrouw is nog ons. Hij herkende me en hij was het er niet mee eens. Je hebt nergens last van, hè? Nee, ja, een paar seconden. Ik ben mijn bereid alleen kwijt. Oké. Ik heb een ambulance opgevraagd. Meneer, hoort u mij? Ik heb mijn neus op, gek. Goed. Meneer wilt even gaan staan? Nee, ah, hola. Ja, ik vond ook zo wel om hier neer te knallen in een metro station, hè. Jouw is neerknallen als ik aan zat. Pleuzel. Ik heb hem niet kunnen fouilleren, jongens. Ik weet niet of hij weer een vuurwapen bij heeft. Ben jij oké, of niet? Ja, zeker. Ja, ik neem persoon mee naar voertuig en dan ga ik fouilleren. Ik moet even hier kijken, want ik heb hier een waarschuwingsschot omhoog moeten lossen. Maar weet je zeker dat het weer dezelfde gast was? Ja, 100%. Die vergeet je niet. Daarboven heb ik... Rot hond! Ziet er niet uit. Over waar? Recht daar naar boven. Iets naar links? Ja, daar. Iets omhoog. Bij die twee... Ja, daar. Dat is een schot... Ah ja, ik zie hem. Ja. Even foto's van maken. Ja, ik zal hem doorgeven. Maak jij een foto? Ja, blijf even opschijnen als jij een foto van maakt. En ja, dat is top. Nou, dan gaan we naar boven. Ik denk dat de OVD ook wel zo zal komen, hè? De 16. Ja. Dan moet je zo meteen nog even je wapen in de hand. Ja, zo erg als je collega's. Alleen je beret kwijt. Yes. Heeft iemand opgepakt. Ik heb hem niet meer gezien. Oh, die vinden we vanzelf alweer een keer, hè? Ja, joh. Ik heb er nog alleen ergens liggen. Wat gebeurde er precies? Nou ja, ik liep er gewoon naar beneden. Ik was iedereen een beetje aan bekijken wat raar gedrag of niet. En hij komt naar me toe en begint meteen te schelden en te zeggen van ja, je hebt me voor niks aangehouden. Nou, ik heb gezegd van nou, ik ga je verder niet over in discussie. Rechtszaak loopt nog. En ik ben toen aangehouden voor verboden wapenbezit. En daar was hij niet mee eens en hij begon mij te slaan. Ja, toen begon iemand anders te slaan. Heb ik mijn vuurwapen opgepakt en heb ik een waarschuwingsschot gelost. Maar daar was hij niet bang voor. En ja, om nou meteen daar op hem te beginnen schieten, er waren nog andere mensen. Het is gelukkig dat jullie een taser bij hadden, want ik had hem niet. Ik denk dat je het ook gewoon goed hebt afgehandeld. Nou, dat is echt dom, want dit komt er gewoon bij. Verboden wapenbezit en aanvallen van een agent. Ja, dat is even afgelopen. Kijk, waar kwamen we vandaan hier zo? Ja, dit is stand. Oh, jullie staan hier allemaal, kijk eens. Ja. Oh, genoeg man. Nog wat aangetroffen of? Nog niet gefouilleerd. Ik wacht op jullie assistentie. Oké. Nou.
Nee, ik tref niks aan. Top. Had je hem anders berechten gewezen? Nog niet. Nou, ik praat niet meer met hem. Helemaal klaar met hem. Hier, daar loopt hij rond. Als ik weer vrij kom, dan doe je het rijden. Zeker. Klaar het zaak. Goed zo, meneer. Dan zou je een leuk popiopie doen, hè? Lul. Ik zie je zo wel op het bureau. Meneer, loop maar even. Belgische Johnny. Nou, ik ga je weg. Ik zie jullie zo op het bureau. Ja.